Herman Klein-Kromhoff, u bent de voorzitter van de buurtbus Hellendoor. Achter u staat de buurtbus. Het is weliswaar maandag, maar morgen rijdt u ook, hè? Wij rijden morgen ook, ja, inderdaad. En dat heeft te maken met het feit dat wij alleen stoppen als daar verwarring ontstaat. Dus in dit geval pakken we gewoon onze plicht naar onze klanten toe en wij blijven rijden. Want als buurtbuschauffeurs, vaak zijn het vrijwilligers, heb je een iets andere status dan de betaalde chauffeurs. Dat lijkt zo. Het verschil is inderdaad de betaling. Onze chauffeurs doen al vrijwilligerswerk. Vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Zij zorgen ook dat de diensten rijden van 7 tot 7. Maar aan de andere kant, ja, als je dat doet, moet je ook gewoon doorgaan. Zit u dan ook wel eens in een spagaat van, ja, moeten we nu wel meedoen of niet meedoen? Want je wil je eigen collega's ook niet afvallen. Dat klopt. Dat merk ik ook onder de chauffeurs. Wij krijgen nu de laatste dagen veel vragen van rijden we wel, rijden we niet. Vorige week hebben we niet gereden. Was een landelijke staking, zeg maar even. Dan hebben we ook geen aansluiting. Krijgen we verwarring met andere lijnen en passagiers. En dus hebben we nu gezegd van toen niet. Nu rijden we wel, want we hebben ook een regionale plicht en een lokale plicht. En die willen we invullen. U rijdt onder de vlag van Twents en met auto's van Twents. Maar mag u wel zelf beslissen of u gaat rijden? Ja, tot op heden wel. Een aantal zaken gaan wel in overleg. Zoals vorige week met die grote staking gaat in overleg. Maar een half jaar daarvoor hebben we ook zo'n situatie gehad. En toen hebben wij zelf besloten dat we bleven rijden. Vorige week hebt u niet gereden. Waarom morgen wel rijden? Omdat er een andere situatie is. Het is een estafette staking. We weten niet wanneer wat gestaakt wordt. Dus zeggen wij van bij deze onzekerheid pakken we onze eigen verantwoordelijkheid. Maar deelt u de gevoelens van de betaalde chauffeur? Absoluut, absoluut. De problemen waar zij mee te maken hebben, hebben wij in feite als buurtbusvereniging ook mee te maken. Alleen wij kunnen wat makkelijker oplossingen vinden, omdat we lokaal bekend zijn. Onze eindpunten liggen vaak in de wijken waar we zelf kennissen hebben of bekenden of goed bekend zijn. Dus onze situatie is iets anders dan die van de buurtbus, van de grote buschauffeurs. Maar we herkennen het wel. Wat nu als een van uw chauffeurs zegt van ja, eigenlijk heb ik ook niet zoveel trek om morgen te rijden. Dat kan gebeuren. Daarvoor hebben we een coördinator per lijn en die kijkt dan hoe die het kan oplossen. Meneer, op de buurtbus, u bent ook vrijwilliger. Morgen wordt er gewoon gereden. Nou, persoonlijk ben ik daar niet voorstander van. Ik vind de betaalde chauffeurs, die worden ontslagen doordat wij alles overnemen. Dus eigenlijk vind ik het niet kunnen. Maar... Het lijkt me lastig, want jullie rijden voor je plezier, zeg maar. En zij doen het voor de broodwinning, hè? Ja, voor de brood. Hun moeten brood mee op de plank krijgen. Wij doen het voor het plezier. En als u nou zegt van nou, ik neem morgen maar een vrije dag? Nou, dan rijd ik gewoon niet. Die vrijheid hebt u, hè? Ja, ik kan doen en laten wat ik wil eigenlijk.